Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Verkoudheid heerst nog steeds hier. En Jordi die heeft uitgeslapen en die ben ik nu aan het wakker maken. Maar hij moet erom lachen hoor. Hallo? Wil jij nog wakker worden? Ik ben hem een beetje aan het kriebelen. Hallo? We hebben een stoppeltje aan het spelen. Jordi. Zolang hij maar kan lachen, dan ben ik al blij. Maar goed. Oh, hier hangen trouwens. Als je het hebt over sokjes. Ik heb voor kleine Kees genoeg sokjes. Hier hangen al zijn sokken. Dus. Ja. Die heeft geen probleem met sokken hebben. Maar goed, in ieder geval, ik ga hem eventjes uit bed halen. Zorg dat hij zijn flesje krijgt. Gewoon luier, alles erop en eraan. En laat de dag maar weer beginnen. Jordi heeft net zijn flesje gehad. En hij is moe, maar hij wil nog niet slapen. Maar dit is dus Jordi, als hij echt moe is en een goede bui heeft, dan kan ik hem lekker kriebelen. En dan ligt hij helemaal in mijn deuk. Ja, ik hoef niet veel ervoor te doen, dus normale wijze, doen we zo. Waarom heb je dit te doen? Als ik nou laat zien dat ik film, dan reageert hij natuurlijk niet meer zoals hij normaal reageert. Hoe moet ik daar ook kriebelen? Oh, dat doe ik mijn liefde kriebelen hoor. Ja. Mama doet dan mijn liefde kriebelen. En toch. Aboe, ja. Weet het. Ligt lekker bij mama, hè. Ja, ligt lekker bij mama. En dan moet ik lekker kriebels worden. Ja, alleen het plekje wordt steeds kleiner, hè, jongen. Ja, mama wordt steeds dikker. Ja. Dit kleine clowntje wil niet slapen, maar is wel super moe. Ik heb ondertussen alvast zijn oude kamer helemaal gepoetst. Dus die is alvast klaar. Hoef ik alleen nog met stofzuigen te dweilen. En dan is die picobello in orde. Ja, we moeten nog twee dingen doen. Bedje hoger zetten en wolkjes verhangen. Dus dat moeten we nog doen. Maar deze kleine gup wil niet slapen. Dus daar ga ik mij even op concentreren. Jordi is inmiddels wel weer even wakker. Hé jongen? Ja. En we hebben net geoefend met de gewone fles. Ja. En hij is ook aan het oefenen met de rietjesbeker. Ja, doe je mee oefenen, hè? Nee, niet duwen zo. Ja, wat is het zo goed bezig? Dit oefenen. Hij krijgt er wel wat uit, maar hij moet het nog echt leren. Dus dan doet hij oefenen. Ja.
Want hij heeft ook de hele tijd al buikpijn, dus dan heeft hij in ieder geval iets te doen. En ondertussen doet hij ook nog leren. Dus. Ja, nee, niet gooien. Hé! Hey! En na het eten komt mijn kroegmoedertje weer. En dan gaan we lekker nageltjes doen. Want daar hebben we zin in. Ja, dat deed pijn. Oei. Oei, oei, oei. Hé toch? Boem op het hoofdje. Boem op het hoofdje. Je bent ook nog moe, hè? Vind je niet gek, hè? Als je maar anderhalf uur slaapt en niet wil slapen. Ja. Een hele goede morgen. Ben je weer aan het poepen? Hij doet poepen. Lukt het? Ja? Oké, is ze weer wel uit? Oké. Nee, dan is het goed, jongen. Welkom in de snotterfabriek hier. Zowel bij Jordi, bij Niels als bij mij. Gisteren heb ik op een gegeven moment niet meer gefilmd. Ik was zo moe en ik heb gezellig met mijn kroegmoeder heb ik eventjes nageltjes gedaan voor haar. En ja, dat is voor mij is dat gewoon ontspanning en die had ik ook nodig. En daarna zijn we, naar bed toe gegaan. En vanochtend om 5 uur was ik alweer wakker, want ik werd wakker gestampt door die kleine. Door het kleine broertje van jou. Ja, en toen kon ik niet meer slapen. Dus we weten allemaal wat mama straks gaat doen. Als Jordi slaapt, ook even mijn oogjes dicht doen. Juist, dat gaan we dus doen. Zoals jullie zagen zijn we al naar de winkel geweest. En hebben boodschappen gedaan. En ja... Hij heeft al fruithapje gehad en heeft dus nu ook gepoept. Dadelijk even zijn luiertje verschonen. En dan is het een kwestie van flesje. En naar bed. Ja. Ik ben echt moe van nu. Maar ja, hè. Het is zo. Hè, snottenkoning? Onze koning snot het, hè? Onze koning snot het, hè? Lekkere koning snot het. Is onze snottenkoning. Onze snottenkoning. Ja, mama ook snottenkoningin, hè? Ja. Snottenkoningen. Ja. Hallo. Ben je wakker? Ja. Mama is ook wakker. He he. Oh, hè toch. Ja. Was je wakker geworden? Hè? Was je wakker geworden? Hè toch. Ik heb ook even een uurtje geslapen. Maar Oh, denk jij er ook zo over? Ja. Dan zit hij lekker in zijn bedje. Ja. Om je eruit te halen. Oké. Ik ga hem even uit zijn bedje halen.
Ik ben heel even met hem op mijn eigen bed gaan liggen. Even knuffelen en zo. Maar ik heb hier... hoe heet zo'n ding? Zo'n doorlek ding, zeg maar. Mocht hij je vliezen breken, op liggen en dat kraakt. Hij gaat helemaal stuk hier. Hij vindt het geweldig. Jongen. Ja. Het kraakt, hè? Ja, dat kraakt. Hij vindt het helemaal geweldig. Ja. Die duwen in mama's buik. Is niet nodig. Ja. Mijn ouders die komen deze kant op en die eten dus mee. Dus wat heb ik nou gedaan? We eten lasagne. En ik heb ook salade, gewoon een simpele salade. Gehaald. Ik heb lasagne gemaakt net. Moet ik over een kwartiertje even kaas overheen doen, dan kan die de oven in. En dan kunnen we eten. Jordi mag dit niet eten, helaas. Ik weet zeker, Jordi vindt het lekker. Maar dat komt omdat er pasta in zit. En Jordi loopt helemaal vast van pasta soorten. Dus ik heb voor Jordi heb ik iets anders. Gewoon een potje. Maar voor een keer is het ook niet erg. Dus ja. Het begint echt zwaar te worden. Mini Niels is echt omhoog aan het kruipen. Of ik weet niet wat hij aan het doen is, maar fijn is anders. Laat ik het daarop houden. En ik ben natuurlijk snot verkouden, dus ja. Ga maar na. Maar goed, in ieder geval, ik heb het eten klaar. En ja, over een kwartiertje kan dus de oven in. En dan kunnen we eten, als ze er zijn. Dus, maar goed. Ik ga heel eventjes wat dingetjes nog hier doen. Jordi zit nog heel even Boomba te kijken. Die ga ik zo uit zijn stoel halen, luiertje doen. En dan kan hij even gaan spelen. En dan, ja, die is ook zo snot verkouden, garen. Dan heb ik het liever als dat Jordi het heeft. Maar je hebt niet voor het zeggen. Helaas. Mijn ouders zijn straks nog langs geweest. Hebben hier meegegeten. Jordi kreeg een aanval van eenkennigheid, hè? Nee, hij was niet in zijn hummetje. Nee. En uiteindelijk, na veel moeite, is hij uiteindelijk in slaap gevallen. Nou ligt hij heerlijk te slapen. Inderdaad, gelukkig wel. Wij gaan ook slapen. Tenminste, ik ga proberen te slapen en jij gaat... slapen. Slapen. En dan... sluiten we bij deze de ups en downs ook af. Dus welterusten allemaal. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Welterusten. Welterusten.